Zij heeft een indrukwekkende lijst publicaties over de netwerksamenleving achter haar naam staan. Zij is geboren in Limburg, maar nu actief over de hele wereld. Ze behaalde haar PhD aan de Universiteit van Nijmegen. Principal Scientist bij TNO, verbonden als hoogleraar ICT en sociale verandering aan de faculteit der Wijsbegeerte in Rotterdam. Ze is lid van ISTAG, de High Level Advisory Group van de Europese Commissie. Maar dat niet alleen, ze is ook voorzitter van het bestuur van de netwerkdemocratie die vandaag mede deze dag organiseert. Er is geen enkele reden voor zeker publieke instellingen om nog langer te beweren dat zij het eigendom hebben over data die helemaal niet van de overheid zijn. Dus dat is een van de argumenten waarom ik zeg een open democratie kan niet zonder open data. De kenmerken van al die open data ontwikkeling zijn in wezen dezelfde kenmerken die samenhangen met de karakteristieken van een vitale democratie. Als we kijken naar wat open data, hoe de manier waarop daarover gesproken wordt en de effecten die dat lijkt te hebben, dan spreken wij over een grotere transparantie. We spreken over een mogelijkheid die daarmee gecreëerd wordt in het versterken van de accountability, het afleggen van verantwoording over datgene wat je doet als vertegenwoordiger van dat volk. Het versterkt in zekere zin de efficiëntie en de effectiviteit van de overheid en de politiek, omdat datgene wat de overheid en het bestuur niet goed doen, door het op deze manier open te stellen, door anderen verbeterd kan worden. Het versterkt het innovatieve vermogen van de staat en de staat in relatie tot zijn burgers. En last but not least, door open te zijn, geef je vertrouwen en win je ook vertrouwen terug. Wat eigenlijk de basis is onder een gezonde staat en daarmee een vitale democratie. Dus de karakteristieken van alles wat wij doen wat te maken heeft met open data zijn precies dezelfde karakteristieken die ook van belang zijn voor een vitale democratie. Dat geldt ook voor dit parlementaire systeem waar we vandaag volgens mij een primeur hebben, een wereldprimeur, dat dit voor het eerst wordt opengesteld in het gebouw van de democratie zelf. Dat kan is te danken natuurlijk aan Gerdy Verbeet die daar met enorm veel hartstocht voor gepleit heeft en die dit mogelijk heeft gemaakt. Als je dit als een default optie zou willen doen, moet je eigenlijk toe naar het verbouwen van het systeem. Dus in dat opzicht, ik denk, mijn boodschap vandaag is, die verbouwing van het systeem is onvermijdelijk, maar give them a break. Het is ook echt een lastig proces. Dus we moeten daar stapje voor stapje en in gezamenlijkheid moeten we denk ik zover zien te komen.